Landbouwminister Prahlad Seudin weet niet wat er precies mis is gegaan bij de uitgifte van 198 hectare van de stalweide aan landbouwgrond in Ikeri. De minister stelde vandaag tegenover journalisten voor de ministerraadsvergadering dat de uitgifte zeker teruggedraaid moet worden zoals de president dat heeft gesteld. Het assembleelid Mohamed Safiq Gauri rapporteerde het geval toen hij erop stuitte in een zoektocht naar grond voor aanleg van een begraafplaats. Heel vreemd zo'n zaken gaan. Normaal als het om landbouwgronden gaat, dient het ministerie van LVV advies uit te brengen, dient het DC advies uit te brengen, nog een paar instanties van het ministerie van GBB zelf, grondinspectie. Maar op een of andere manier is dit heel vreemd, maar goed, is echt getrokken. De minister geeft aan dat de vrees er zeker bestaat over mogelijke uitgifte van ander grond dat nog niet boven water is gekomen. Het is niet uitgesloten, maar wil daar verder geen uitspraken over doen. Het zou kunnen. Totdat je het ontdekt. Nee, ik durf daar verder geen uitspraak over te doen. Het is het beleid van een collega van mij. Maar dat het af en toe zo gaat. Voordat ik daarvan op de hoogte was, was de president al op de hoogte. En de president met de vicepresident, die waren al bezig met mijn collega. Dus ik hoefde er zelf niet bij te komen. Het is meteen op dat niveau gegaan. De minister zegt dat het terrein ter beschikking was van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het moet terug in de boezem van het departement en niet anders.